Van harte welkom bij Drimmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van Omroep Drimmelen. Iedere week brengen wij u korte nieuwsflitsen van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving. De organisatie van de tafelgenoot heet u op 12 juli weer welkom bij de Madame Deligieux in Made. Zoals gewoonlijk is de inloop vanaf 5:30 en start het diner om 18:00. Het maximum aantal personen is 45. Aanmelden is tot uiterlijk 10 juli mogelijk. Wilt u bij het aanmelden ook de keuze voor het voorgerecht en hoofdgerecht doorgeven? Augustus is er weer een Markt van Makers in Ter Heide. De Markt van Makers is een jaarlijks evenement voor jong en oud in Ter Heide. Kleine, creatieve ondernemers of particulieren kunnen hun eigen werk tonen en verkopen en bezoekers kunnen uniek handgemaakt werk kopen. Markt van Makers wordt voor het eerst samen met de Stichting Behoud de Antonius Abt georganiseerd in de zaal de Abt Marktstraat 2 in Ter Heide. De deuren staan van 11 tot 4 uur open voor het publiek. Voor bezoekers is de markt een gezellige en een laagdrempelige manier om originele producten aan te schaffen, inspiratie op te doen en kennis te maken met de maker zelf. Entree is gratis. Zaterdag 31 augustus is alweer de 8e editie van het Herengrachtconcert in Drimmelen. Het gratis openluchtconcert op de Herengracht wordt al sinds 2005 gehouden. De traditie is dat de burgemeester het Herengrachtconcert opent. Mooie bijkomstigheid is dit jaar dat de burgemeester ook zelf in het plaatsje Drimmelen woont. Drimmelen is trots op dit soort initiatieven die de gemeenschap laat leven, zei de voorganger Gert de Kok. Maar zo'n evenement is nooit mogelijk zonder sponsors. Zij worden dan ook nog in het zonnetje gezet. Het Herengrachtconcert bezit 2 podia. Het hoofdpodia boven de voormalige sluis en het kerkpodium. De line-up wordt in de zomer bekendgemaakt. Voor meer informatie vindt u de bezoeker binnenkort op de website van het Herengrachtconcert. Welkom allemaal. Hier op, hoe noemen we dit? De line-up, de startschot, kick-off van het Herengrachtconcert 2024. Toch vonden we het leuk om vandaag hier eventjes onze was op te hangen, of de was buiten te hangen. En dan niet de vuile was, maar de schone was. De line-up staat straks ook in de informatie wie er allemaal precies hier zullen optreden, hier op het hoofdpodium. En op het podiumpje bij de kerk. En uiteraard hebben we ook in de linkerpoot van de gracht hebben we weer de kinderdisco staan. Nieuw is ook dat we een fotowedstrijd organiseren. En verder blijft het eigenlijk, ja, wat goed is moet je eigenlijk niet zo snel veranderen. De fotowedstrijd en de speurtocht, 2 nieuwe elementen eraan. Hartstikke mooi, hartstikke mooi. Op vrijdag 20 september is het World Cleanup Day. Iedereen kan dan een steentje bijdragen aan een schone leefomgeving door zwerfafval op te ruimen. Ga aan de slag met vrienden, familie of de buurt tijdens deze wereldwijde opschoondag. De behoefte om de wereld zwerfafval vrij te krijgen wordt steeds groter. Tijdens de World Cleanup Day komen zoveel mogelijk mensen in actie om zwerfvuil op te gaan ruimen. Wees er snel bij en meld jouw schoonmaakactie aan. Aanmelden kan tot vrijdag 6 september. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van World Cleanup Day. Vanaf 1 januari 2025 komt er een nieuwe vervoerder voor de zogenaamde WMO-vervoer. Dit vervoer is beter bekend onder de naam Deeltaxi. Deeltaxi wordt sinds 1995 gecoördineerd door PZM. PZM verdeelt de ritten over een 10-tal taxibedrijven. Het vervoer is nu aanbesteed aan het Arnhemse vervoersbedrijf Willemse de Koning. De komende periode gaat bekend worden hoe de vele honderden werknemers van de verschillende bedrijven aan de nieuwe vervoerder overgedragen kunnen worden, zodat hopelijk massaal ontslag voorkomen kan worden. Hoe het vervoer vanaf 1 januari er voor deeltaxigebruikers eruit zal zien, wordt ook in de komende periode bekeken. De afgelopen tijd zijn er een paar mooie zomerse dagen geweest. We zijn dan meer buiten, zoeken de gezelligheid op en genieten van het lekkere weer. Naast de leuke uitjes en activiteiten brengt de zomerperiode ook een aantal risico's met zich mee. Iedereen kan helpen de samenleving een beetje veiliger te maken. In deze veiligheidsrubriek van de gemeente wordt aandacht gevraagd voor de vakantieperiode, woninginbraken, veiligheid en gezondheid. wat met het weer samenhangend is en het voorkomen van bosbranden in onze mooie natuur. Vanaf nu neemt de gemeente u maandelijks mee in de wereld van veiligheid. Veiligheid is immers een zaak van ons allemaal. Laat het ons weten als u zich zorgen maakt of denkt dat zaken in uw omgeving niet kloppen. Dit kan via het aanmeldpunt op de website van de gemeente of via de Drimmelen-app. Als u dit liever anoniem doet, kan dit via Meld Misdaad Anoniem. Voor veiligheid zorgen we samen. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de gemeente Drimmelen. Er was de afgelopen periode weer het nodige te doen in onze gemeente. Natuurlijk was Omroep Drimmelen daarbij in de buurt. Wilt u met ons meekijken? Blijf dan vooral ingeschakeld op ons kanaal. Iedere week zendt Omroep Drimmelen korte nieuwsflitsen uit van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving, waarbij actuele onderwerpen in de schijnwerpers worden gezet. Deze week een uitzending van Toeristisch Drimmelen. Het 30-jarige jubileum van Nationaal Park de Biesbos werd onlangs feestelijk gevierd in het Sociaal Cultureel Centrum de Bernardes in Made. Natuurlijk kwamen een aantal sprekers aan het woord over de Biesbos en werd de onlangs verschenen film over de Biesbos vertoond. Wij maakten een videoverslag voor u en onder andere beelden van de Biesbos. U kunt genieten van muziek in de regio met de Mika Saxofoonkwartet. Deze keer kunt u kijken naar het kwartet met het nummer Mountain Roads. Het optreden was op 18 februari op de serie TV-concerten in het Witte Kerkje Ter Heide. Het kwartet heeft een gevarieerd programma opgebouwd en liet het ook horen tijdens dit concert. De muzikaliteit spatte er vanaf en het publiek wist het zeer te waarderen. Kent u ook een initiatief in onze gemeente dat bijdraagt aan samenhang en betrokkenheid wat meer aandacht verdient? Laat het ons weten via een mail aan publicatie Omroep Drimmelen. Hebt u een nieuwswaardige mededeling of nieuws zonder commercieel doel? Wilt u een verslag doen van een leuke activiteit in onze gemeente? Mailt ons op onderstaand mailadres. U kunt ons ook volgen op de sociale media van Omroep Drimmelen. Graag zien wij volgende week weer terug bij Drimmelen Actueel. Tot dan.